Fijn dat je kijkt of luistert naar het allerleukste YouTube en podcastkanaal voor ondernemers, 7DTV. In deze aflevering uit de serie The Future of YouTube, 5 tips voor als je als bedrijf of merk succes wil hebben op YouTube. Ik maak de 7DTV-serie The Future of YouTube samen met Team 5PM, het YouTube-bureau van Nederland. En in die serie praat ik onder andere met een aantal grote merken over hoe zij YouTube inzetten. Maar ook praat ik regelmatig met een van de oprichters van Team 5PM, die dan zijn allerbeste tips met ons deelt. Zo ook nu. En hij is wederom mijn gast, Peter Mink. Jan Vaart, welkom. Aangenaam, wederom. Laten we eens beginnen met het algoritme van YouTube. Leg nou eens even uit waar de magic zit. Ja, wat vaak begint met als je YouTube wil inzetten, is dat je het algoritme wil snappen. En eigenlijk is dat niet heel moeilijk. Maar dat denken iedereen, er worden allemaal gekke verhalen over verteld. Maar als je helemaal teruggaat naar de basis, betekent het met het algoritme van YouTube, is dat zij voor iedereen de beste voorspellingen willen geven welke video's jij wilt zien. En als jij zoekt of als jij browst op YouTube, willen ze dat dus eigenlijk aan de hand van jouw gedrag de beste video's voorspellen. Nou, en als je dan verder inzoomt, wat voor data heeft YouTube nodig om die voorspellingen te geven, zie je dat het eigenlijk 3 bronnen zijn. Ten eerste is het jouw gedrag. Dus ik krijg andere aanbevelingen dan jij. Ja. Op basis van wat ik in het Google-ecosysteem doe, wat ik op YouTube doe. Wat ik zoek in Google kan ook van invloed hebben. Aha. Dat is het eerste. Tweede is context. Waar gaat jouw video over? Nou, en daar heeft YouTube metadata voor nodig. Al die informatie die je meegeeft. Daar verliezen heel veel kanalen zich nog best wel in. Ook wel soms collega's van ons. Dat metadata heel belangrijk wordt gegeven. Maar dat betekent dus eigenlijk de titels, de thumbnails, de beschrijvingen. Waar gaat jouw video over? Om dat te doen. Dat zegt meer over de soort video. En dus als jij die kijkt, dan zegt dat meer over jou, zeg maar. Ja, inderdaad, dat klopt. Hey, jij kijkt heel veel naar video's over ondernemerslessen. Ja. Nou, dan krijg jij op basis van jouw gedrag krijg jij nog meer over ondernemerslessen. En YouTube heeft die data nodig om jouw video te kunnen categoriseren. En dat mixen ze als derde bron met performance data. Is het een goede video? En een goede video is voor YouTube 3 dingen. Mensen moeten klikken. Dus je CTR is heel erg belangrijk, je click-through rate. Mensen moeten kijken. Mensen moeten lang blijven kijken, vooral de eerste 30 seconden, dat het een view wordt. En als derde, die is wat minder belangrijk, maar mensen moeten er ook positief mee interacteren. Dus een comment plaatsen, of het delen, of het ergens embedden. Als je die 3 dingen dus combineert, de context van een video, de performance van een video en jouw gedrag. En dan moet je eigenlijk kijken, hoe kan ik dat nou beïnvloeden? Positief beïnvloeden. En dat is eigenlijk het werk wat wij heel vaak doen voor onze merken. Ja. En of voor onze klanten. Gewoon dat positief beïnvloeden. Maar met alle respect, maar slechte video blijft een slechte video natuurlijk. Slechte video blijft een slechte video. Ja. Een van de tips waar we straks op komen is echt kwaliteit boven kwantiteit. Ja. En wat is een goede video voor YouTube is dat mensen er lang naar blijven kijken. Nou, daar krijg je echt enorm veel data van op per seconde niveau. Alleen wat wij wel zien is dat er best wel veel goede content wordt geplaatst. Maar dat waar mensen best wel lang naar kijken. Alleen dat er geen aandacht aan de titels wordt besteed. De thumbnails, dus die afbeeldingen niet worden geoptimaliseerd. En al die dingen die zijn eigenlijk vrij simpel aan te passen. Waardoor je met goede video's toch al veel meer content kan hebben. Maar moet iedereen dan zeg maar met gekke bekken en zo gaan zitten? Want dat zie je natuurlijk op YouTube heel veel gebeuren. Ja, dat klopt. En quotes met uitroeptekens. Nee. Dat zou in sommige gevallen kunnen. Alleen wat wij bijvoorbeeld zien is, nou, voor how-to's doen wij ook voor onze klanten. Ja, het helpt wel of iemand je met een gezichtje aankijkt, of dat je een man die een muur schildert op zijn rug ziet. Dus dat is wel kan wel van belang zijn. Ja. Hoe doe je dat? Voert nu te ver, maar jullie doen dat. Jullie onderzoeken dat ook. En jullie onderzoeken dat soort shit ook. Ja, die dingen kun je allemaal testen. Er zijn allemaal tools voor. Maar er is geen enkel platform bijna wat zo data-gedreven mee kan werken als YouTube. Als jij nu een nieuwe thumbnail ziet, dan kan ik morgen eigenlijk het effect al zien. Ja. Klopt dat? Of er zijn tools dat ik het AB kan testen, meerdere variaties voor. Maar dat is de titels en de thumbnails. Wat daarnaast heel erg belangrijk is gewoon de kwaliteit van je video. Blijven mensen kijken?
En waar haken mensen af? Relativeert YouTube, want laat ik zo zeggen, 1000 views bij mij is een hele goede performance. Ik zeg altijd, ik vergelijk mijn video's met een vakcongres, zeg maar. En 1000 man heb je een zaal vol, die dan zeg maar 8 of 9 minuten of nog langer kijken gemiddeld. Ja. Maar een zeg maar allemaal auto's die tegen vangrails aanpleuren in 6 minuten, dat is een heel ander type video. Het relativeert YouTube in zijn algoritme. Ja, daar zijn ze op zich best wel slim in. Maar wat zij dus continu doen is video's matchen aan doelgroepen. Als die doelgroep niet zo groot is, dan zullen zij niet zeggen, oh, dat is een hele slechte video. Want er zullen minder ondernemers zijn dan mensen die van dashcam beelden houden of gekke muziekdansjes. Ja. Ja, dat is gewoon entertaining content. Dit is, en ik denk dat jij die vergelijking heel goed maakt. Wat wij voor onze merken vaak zeggen, de beste video's beïnvloeden aankoopgedrag. Mm-hmm. Of dat nou direct is of indirect. Mm-hmm. Nou, voor een B2B-merk, als jij 300 mensen bereikt met een demo over jouw machine, en er kunnen wel 300 beslissingmakers zijn die dat kunnen. Dat is heel wat anders dan dat wij voor Amazon Prime Video een compilatie van de beste films maken. Waar wij zo groot mogelijk publiek wil bereiken. Ja, precies. Het tweede tip die jij zegt, en dat is misschien in het verlengde hiervan, is dat YouTube, dat realiseren denk ik niet veel mensen, maar het is natuurlijk keihard gewoon de tweede zoekmachine. Ja. Dus wat is de rol van SEO en hoe verschilt die van Google? Eigenlijk is het ongeveer hetzelfde. En in het verlengde inderdaad daarvan hoe Google werkt. Maar het gaat erom, heel simpel, als jij wil gevonden worden op bepaalde zoekwoorden. Stel nu met ondernemerslessen. Zet dat dan in de titel. Zet dat dan in misschien een thumbnail, want die tekst kan ook gelezen worden. Maar nog belangrijker, noem het dan een paar keer. En noem het vooral in je eerste paar zinnen. Het meest ondergewaardeerde element van SEO op YouTube is ondertiteling. En ondertiteling is wat letterlijk zegt, dat kun je later niet manipuleren. Maar dus als wij met een video hoog willen ranken op hoe verf ik een muur, dan zul je zien dat bij onze video's, in de eerste 2 zinnen, deze video gaat over hoe je een muur moet verven. Ja. En dan vervolgens wat synoniemen en andere zaken. Ja. Dus SEO daarbij is vooral context geven aan YouTube. Waar gaat deze video over? En dan moet je de juiste context meegeven. En dat is eigenlijk ook met Google, wil je het beste antwoord geven op een zoekvraag. Nou, en hierbij geef je eigenlijk, wil je jouw video zo best mogelijk laten matchen aan de doelgroep. Ja. En voor duidelijkheid, hij leest ook de thumbnail, hè? Ook al is het een plaatje. Hij leest de thumbnail, die kun je ook zelf testen met een AI-tool. Kun je zien welke objecten die je herkent. Als jij een Wikipedia-lemma hebt en mijn gezichtsbekant, dat heb ik niet. Dan zal hij zien, hey, dat is die en die. Dus bekende mensen kan hij eruit halen. Mm. Hij kan ook zien of daar een muur zit. Hij kan ook zien of je een baard hebt of niet. Dat kunnen ze allemaal doen om je te categoriseren. Dat doen ze nu op thumbnails al. Maar dat doen ze ook vooral om, beseffen dat het geen aanstootgevende content is. Ja, precies. Dus als je heel veel naakt doet, nou, dan zullen ze zeggen, hey, dat is misschien wat, wat we niet bij ons vindt passen. Maar hij leest de thumbnail en ze gaan nu zelfs verder dat ze eigenlijk ook frame by frame de video's kunnen lezen. Alleen wat YouTube nog niet zo goed in is, en dat vind ik best wel gek, maar de tekst. Die kan hij in het Engels bijna perfect lezen. In Nederlands heeft hij daar moeite mee. Dus wat een makkelijke tip is, voeg ondertiteling toe. En dat kun je gewoon geautomatiseerd doen en daarna het aanpassen. Want dan heb je de juiste tijdscodes. Want daarmee geef je dus die context aan YouTube. Is wel veel werk. Is heel veel werk. Voor dit interview zou ik het misschien niet doen. Nee. Maar als jij een hele belangrijke video hebt en je wil er echt mee scoren, kunnen dat misschien net de dingen zijn die... Ik produceerde 2-3 in de week en zo. Dan wordt het best wel een heftig dingetje om alles... Ja, maar ik denk dat met interviews dat je het vooral hebt. Hey, dit gaat Peter Minkjan over YouTube en YouTube marketing. En dan is de context wel die mee wilt geven. Ja, precies. Maar als het over andere zaken zijn, dan zijn dat net de dingen die erbij komen. Moet er veel tekst in de beschrijving? Want wij twijfelen daar zelf wel eens over. Ik denk aan de ene kant schrijven we best wel een uitvoerig verslag van het gesprek, zeg maar. Tegelijkertijd zie je hele populaire kanalen die ook wel eens over ondernemerschap gaan. Daar staat er geen fuck tekst in. Er staan alleen maar linkjes en haartjes en vuurpijlen en shizzle. Nee, maar dat is het ook. Kijk, een goede video qua kwaliteit die slecht geoptimaliseerd is, zal eigenlijk altijd beter scoren dan een hele slechte video die perfect geoptimaliseerd is. Dylan Hagens, volgens mij heeft hij ook gezeten, maar... Komt. Ja. Nou, inderdaad. Dylan Hagens, die doet qua tags, qua video's en andere zaken, doet hij helemaal niet zo goed, maar hij maakt steengoede video's. Ja. En het algoritme weet op een gegeven moment echt wel, dit is Dylan Hagens... Precies, heel knallen. Die laat ik gewoon aan content zien. Mijn dochter, die is nu 7, dat is Dylan Hagens, die klikt daar gewoon op.
Nou, zij kan nu net lezen, dus zij kan de titels wel een beetje doen. Maar ze klikt vooral op de thumbnail. En dat is Dylan Hagers. Hm. En dan weten zij zelf wel om dat aan te matchen. Als jij niet zo bekend bent, dan kun je daar misschien net het verschil mee maken. Dat je vaker wordt aanbevolen. Ja, precies. Maar om in de zoekresultaten wat hoog te scoren, kunnen beschrijvingen nog wel wat doen. Maar om vaker aan te bevolen worden, tags en beschrijvingen vallen best wel tegen qua effect. Als ik je een tip kan geven, titels, thumbnails, ondertiteling. Dat zijn die drie dingen waarmee je het verschil kan maken. En besteed daar dus ook je meeste aandacht aan. Want mensen gaan niet hele beschrijvingen lezen dat je dat er helemaal bij doet. Nee. Of keyword stuffing erbij kan doen. Dat is een paar procent. Tags was in het verleden wat belangrijker, maar de YouTube is veel slimmer geworden. Mm-hmm. En als je dat hebt, die context, dan gaat het heel erg blijven mensen kijken. Die ondertiteling. Ja. Dan denk ik, hoezo moet ik dan handmatig gaan lopen ondertitelen? Want YouTube heeft toch dat hele transcript, dat maakt hij toch automatisch aan? Die hangt toch ergens daar in zijn database van elke vier? Want ja, als klopt. Ik zeg, alleen er zitten nog best wel veel vaak fouten in. Ja, boeien. Maar laat ik zo zeggen, wat voegt het toe als ik dat ding, stel dat ik hem expliciet zeg maar, aan zou zetten en dan ook nog zou verbeteren. Terwijl hij heeft 80% van die tekst, heeft hij al aan mijn video hangen, toch? Die gebruikt hij toch ook, neem ik aan? Die gebruikt hij ook deels, ja zeker. Alleen als je hem net even aanpast, dan kun je net het verschil maken daarbij. Maar ik wil even het beeld weghalen dat wij, als je video's gaat optimaliseren die niet goed zijn, dat je dan allemaal magische trucjes kan doen. En dat is met YouTube SEO en YouTube optimalisatie, is dat heel vaak het geval. We gaan keyword stuffen. En als je dan ook online marketeers die denken, oh, we voegen dat allemaal toe en andere bureaus. Maar het gaat echt om die kwaliteit. En als je dat mee kan doen, dit zijn dan net het verschil waar je mee een paar procent kan pakken. Mm-hmm. Maar als je wil gaan testen, doe dat dan met die titels, thumbnails. Maar vooral video's waar mensen blijven kijken. Ja, precies. Ja, dus goede video's. Ja. Dus die passen bij de doel. Want goed is natuurlijk ook zo relatief als het maar zijn kan. Ja, nou ja, maar YouTube kijkt gewoon naar een video. Blijven hier mensen lang naar kijken? Hoe lang, hoe lang willen ze dat je kijkt? Dat verschilt aan de lengte, neem ik aan. Dat verschilt heel erg per lengte, maar het percentage zal zeg maar omlaag gaan naarmate de video langer wordt. Ja, ja, klopt. Nou, ik zag net een hele interessante video voorbij komen waarbij het is Mr. Beast. Nou, dat is echt top qua audience retentie zit op 85%. Ja. Als je onder de 40% gaat op langere video's van rond de 10 minuten, dan ga je echt eronder. Boven de 50 à 60% zit je echt wel bovenin dat erbij te doen. Maar kijk vooral, want waar haken de meeste mensen af? Bij de eerste 30 seconden. Mm-hmm. En dus ga geen lange intro's doen. Geef de juiste context mee. Verwacht niet dat iemand die nu op een video zit, waar gaat dit over? Mm-hmm. Dat hij die allemaal al snapt of dat hij mij kent of dat hij jou kent. Het moet meteen die aandacht grijpen. En als je eenmaal die investering hebt, dan willen mensen ook vaak wel blijven hangen. Wat kunnen we zeggen over, je zegt goede content? Wat is content en onderwerpen die het goed doen? Wat werkt wel, wat werkt niet? Kun je daar iets over zeggen? Ja, nou, er zijn een paar fouten die dan bedrijven vaak maakt. En een van de meest gemaakte fouten zie ik wel dat ze heel erg op actualiteit gaan zitten. Dat moet je nou juist niet doen. Want dan heeft het over een week, is die context weg, is het niet meer interessant. Dus als je een beetje op veilig wil spelen, ga veel meer op evergreen content. Dus dat het over 2 weken, 4 weken, misschien over 2 jaar nog kan doen. Zie YouTube veel meer als een blog in videovorm dan dat het een social media kanaal verder is. Waarbij je wel kort en snappy dat moet doen. Dus kies daar vooral voor. Nou, dat hangt er een beetje af waar je voor kan kiezen. Maar je kan heel erg op de behulpzame tour gaan doen. Met behelpen, andere zaken. Nou, je hebt ook heel veel ondernemers. Heb ik net een heel artikel geschreven over marketing facts. Maar hoe je B2B kan doen. Heb je ook twee technieken voor. Dat is vooral je kennis en je autoriteit delen. Dus vooral ook mensen helpen. Maar daarmee mensen kunnen doen. Dus dit is ook een voorbeeld. Mm-hmm. Hier kom ik ondernemerslessen tegen. En wat in sommige gevallen ook gewoon werkt, zijn show, don't tell, product demo's. Hoe werkt zoiets nou? Als ik met software heb, dan zit ik op een site. Ja, video is de beste product demo tool eigenlijk die je maar kan hebben voor dit. Dus die zullen misschien minder bekeken worden. Maar dat is wel, nogmaals, kun je wel die aankoopbeslissingen beïnvloeden. Ja. En ook voorbeelden van Excel dashboards die 1,5 miljoen keer bekeken wordt. Of je hebt een Nederlandse Ferry Perenboom van PPT Solutions. Die kwam een keer tegen. Die maakt de vetste PowerPoint presentaties die er zijn. En dan laat hij gewoon zien hoe ze dat voor de NS hebben gedaan en andere zaken. Ja. En hij geeft echt weg hoe dat eruit ziet.
Nou, die is meer dan 100.000 keer bekeken. En hij krijgt daar ook klanten uit. Ja, ja. Ja, dus want dan denk je, wow, dat wist ik helemaal niet dat het zo vet kon zijn. Dus eigenlijk is dat ook een manier om aandacht te grijpen van je doelgroep. Mm, wat een mogelijkheden joh, voor zoveel bedrijven. Er wordt ook veel te weinig gebruik van gemaakt, hè, denk ik. Nou, als ik het vergelijk met andere kanalen, zeker. Ja. De drempel is misschien wat hoger, zeker in het verleden, om video's te maken. Mm-hmm. Maar anders dan tv is productiekwaliteit veel minder. En je kan tegenwoordig met een goede iPhone kun je ook al heel veel dingen doen. Ja. Dus ik zie daar vaak nog heel vaak een soort first mover advantage voor bedrijven. Mm-hmm. Maar ja, als ik dit vergelijk met de content marketing host, zeg maar, die we 10 jaar geleden hadden, van ga bloggen. Dat deden ook altijd maar een paar bedrijven. En degene die echt succesvol zijn, die hebben het ook langer volgehouden. Ja. En dat zie je met YouTube. Ah, het werkt niet. En mensen geven dan... Ja, consistentie en continuïteit. Ja, klopt. Dus ja, als volhouden. Je het doet, geef dan wel een commitment van 6 maanden tot 1 jaar om het een kans te geven. Ja. En leer van iedere video. Het is niet... dat zien wij ook bij klanten. Je hebt een aanlooptijd nodig. Als je iedere keer een paar procent kan beter maken en daar weer kan doorgaan wat je beter kan maken, dan zie je op een gegeven moment dat het dus veel meer effect kan hebben dan andere kanalen. Ja, goed, ik ben mede-eigenaar van een YouTube marketingbureau, dus ik zit natuurlijk dit hele platform te sturen. Maar dit kan nog steeds, het wordt een ondergewaardeerd medium is het. En dan heb ik een YouTube kanaal en dan heb ik het allemaal netjes ingericht. Hoe kan ik zorgen dat het groeit in de zin van views, abonnees? Wat is eigenlijk de belangrijkste KPI waar ik op moet letten? En hoe laat ik het groeien? Om aan te bevelen kom ik weer terug. Click-through rate, waar klikken mensen op? Waar kijken mensen naar? De average view duration is dan heel erg belangrijk. Daarbij kun je dus aangeven, hey, abonneer als je dat meer geeft. Een van de slimste methodes nu om te groeien, die wij ook nog vaak inzetten, dat is YouTube Shorts. Dat levert echt super veel abonnees op. Veel discussie over op YouTube, hè? Maar ja. Sommige, er zitten van die schreeuwers tussen al op YouTube. Ja. En die zeggen dan, je moet oppassen, want het schaadt je eigen. Als je naar Pak 7D TV, gemiddelde lengte van 20 minuten, zeg maar. Ja. En dan zeggen ze, ja, maar dan schaadt het heel erg, want je average viewtime gaat naar beneden. Nee, en, klopt. Nee, maar dat is dus helemaal niet zo. Het is echt een apart algoritme. Laatst heeft dat Google ook aangegeven. We hebben daar ook mee getest. Een collega van ons heeft dat gedaan met gewoon een short. Die kreeg 18.000 views. Die had nog helemaal geen lange vorm video. Het heeft geen enkel negatieve impact op de rest van je kanaal. Het kan daarnaast wel een enorm positieve impact hebben, omdat het heel veel abonnees kan geven. Hou er rekening mee dat shorts alles wordt aanbevolen. Dus mensen zoeken niet op een bepaalde short of bijna niet. Mm-hmm. Dus hou er rekening mee dat het allemaal vaak nieuwe audiences zijn die jouw video's zien. En er zit een hele dikke rode knop onder shorts, waardoor het heel makkelijk is om te abonneren en interactie mee te hebben. Ja. En daar gaat het nog meer om dan met lange video's. Ga vooral om kwaliteit. Maak geen teasers van lange video's. Daar zitten mensen niet voor op shorts te kijken. Afgeronde dingetjes zijn. Afgeronde verhaaltjes van 30 seconden. Die werken heel goed en maak daar een serie van. Maar wat we nu dus vaak zien is ook van merken, ja, ik heb er 3 keer wat gedaan en dan zie je dat het niet werkt. Maar YouTube heeft even tijd nodig om dat aan te bevelen. Om in dat shorts feed te komen. En als dat eenmaal lukt, dan kan je een enorme boost zien van views op shorts. En dat is dus heel complementair aan jouw langere horizontale video's waar we nu dat mee doen. Ja, want het is duidelijk, hè, die zijn allemaal verticaal. Dus in plaats van, zeg maar, landschap zijn ze portret. Ja. En je moet wel de hashtag gebruiken of shorts, of herkent hij ze automatisch? Als je via het mobiel doet, dan herkent hij hem altijd automatisch. Dus als je hem via desktop uploadt, zet altijd hashtag shorts in, want dan heeft hij dat in ieder geval... In de titel. In de titel, ja. Ja. En besteed verder eigenlijk, ja, je kan allemaal aandacht besteden aan de beschrijving en de tekst en andere zaken, maar mensen moeten kijken en de titel moet interessant zijn en de context moet eigenlijk de aandacht meteen grijpen. Ja. Ja. Hebben we iets vergeten voor nu? Als je echt succesvol wil zijn op YouTube, is er 1 hele leuke tip. Kijk heel veel YouTube en kijk dan hoe je je kan onderscheiden. Dus YouTube is 1 van de grootste kennisbanken van de wereld. En als je meer bijvoorbeeld wil weten over YouTube marketing, dan zijn er echt een paar kanalen die je, als je die kan volgen. En daar haal ik ook tips uit. Als ik daar
3 je mag geven. Paddy Galloway is een fantastische Ierse YouTube marketing consultant. Die analyseert helemaal waar MrBeast en andere creators heel succesvol zijn. Film Booth doet dat hetzelfde. Die doet ook interviews erbij. Little Monster, volgens mij komen ze uit Canada of de US. Heel nerdy stuff gaan in op YouTube algoritmes. Dus als we voor YouTube marketing, wij zitten nu met 5PM te kijken van hey, we gaan dit jaar ook eindelijk zelf met ons YouTube kanaal veel meer doen. Ja. Practice what you preach. Nou ja, maar dan zit ik te kijken van hey, wat kan ik leren van al die kanalen? Hoe kunnen we ons onderscheiden? Hoe kunnen wij dat doen? Maar kijk ook als jij een kanaal bent, kijk naar alle content die er is. En kijk dan hoe je je eigen twist kan geven. Hoe je dat beter kan doen. Of daarbij kan aanhaken. Dus begin eerst eens gewoon met YouTube kijken. Welke aanbevelingen krijg je? Met het in het achterhoofd hoe het algoritme werkt. Probeer dat even te reverse engineeren. Heel simpel. Ja. Waarom krijg ik deze aanbeveling? Ja. Wat hebben zij gedaan wat ik ook van kan leren? Ja. Vind ik een goede video? Waar haak ik zelf af? Als je al een kanaal hebt, waar haken mensen weer af? En eigenlijk gewoon daar mee kijken. Dus kijk vooral in YouTube Analytics naar die data. En bedenk als je dat combineert met de kennis die je hebt van je markt, hoe jij dat eigenlijk kan omzetten naar een videovorm waar je wat langduriger mee kan doen. Dus denk in bijvoorbeeld in series. Ja. Kunnen we de meest gestelde vragen van onze klanten in één keer beantwoorden in sommige takes? Kunnen we een serie maken? Ja, kan wel een contentstrategietje voorstellen bij het YouTube-kanaal van Team 5PM. Ja, nou, ja zeker. Maar dankjewel Peter, want om te beginnen, beste kijkers en luisteraars, en met name voor de kijkers nu op YouTube, moet ik zeggen, want eigenlijk doen ze al een klein beetje aan contentstrategie, want we hebben een hele serie, The Future of YouTube, hier op 7DTV, en dan is nu wel een prachtig moment om daar nog één keer naar te verwijzen, hierboven. De hele playlist met alle hele serie gesprekken met ook prachtige merken, hele concrete cases, hoe zij omgaan met YouTube. Peter, dankjewel dat je mijn gast weer was. En dankjewel voor het kijken. En als je hebt geluisterd naar de podcast en je hebt momenten gehad dat je denkt, oh, ik wou dat ik het gezien had, snel naar YouTube. En als je Spotify fijn vindt, lekker abonneren en heel graag tot een volgende keer. Hoi!